Goedemorgen allemaal, dames en heren. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Jacy. En ik ben nog zo gaar van afgelopen weekend. Oh, mijn hemel. Nou, jullie hebben het allemaal mee kunnen kijken. Niets te doen. Nou ja, nu ik ben opgestaan en ik een beetje loop, ben ik wel een soort van helder. Maar ook weer niet helemaal, want ik heb zo'n last van hooikoorts op dit moment. Een beetje die snotneus, jeuk in mijn oog. Dus ik moet, ik heb geen pillen. Dus die moet ik ook weer ergens gaan halen. Maar ja, ik zit natuurlijk de hele dag op school, dus dat is ook gezeik. Hooikoorts is real, hooikoorts is real, guys. Niet normaal. Maar wat was het een gezellig weekend, jongens. Zo'n druk, maar gezellig weekend. Echt hoor. Jongens, kijk. Ik traan gewoon. Zo intens is het, die hooikoorts. En ik heb altijd zo jeuk in mijn keel, dus ga ik zo keel schapen. Kennen jullie dat? Wij gaan even naar de Hemma voor weer een lekkere rookworst. Ja, nou ja, eigenlijk voor naar de kruidvat voor jou, maar daar kom je wel een lekkere snack mee. Ja, ja. Let's go. Ja, het is alleen maar sunshine. Nee, moet jij eens luisteren? Sunshine. Sunshine. Hier. 3, 2, 1. Je hoort het helemaal daar. Oh, wat licht. Dit ding gaat helemaal zo. Gaat helemaal zo. Wiep, 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 wiep. Eenmaal zo daar naar boven. Maar heel vies, iedereen zit hier met die smoel aan. Oh, en het is zo stof ook, dus hier zit zoveel speeksel in. Hebben? Nee, ik ga dat niet aanraken. Nee, oh. Oké, lippenbalsem tour. Ik ga gelijk naar de kruidvat voor. Oeh, wou daar. Wat erg weer dit. Ja, opletten geblazen, jongens. Maar voor degene die daarna gekeken, dit is echt verschrikkelijk dit. Ja, dat fietspad. Zij was gewoon bijna dood. En geslaagd. 37 pas. Oh, lekker. Nou, meid, we hebben lekker weer een rookworst. En die vrouw, die was jarig. Zij was jarig. Onze Hemma-vriendin. 58, toch? Nou, wat een leeftijd. Om te vieren. En ze heeft haar helemaal anders. Ja. Korter, dus ze kon ook geen clip meer in haar. Nee. Die vrouw. Die vrouw. Nou, eet smakelijk, hè. Hey. Dag. Kom! Ja, doe eens die. Nee, niet op camera. Jawel, moet. Ja. Buiten deze zo grappige, zo grappig. Door dat. Door die vlaggen. Als je dat van de zijkant. Wouter, je gaat. Wouter, je gaat. Waar? Onder je t-shirt. Ja, daar. Nee! Ja. Oeh. Pak er nooit meer uit. Ja, pak even je oksel. En dan. Ja, pak je het oksel. Wat? Pak die oksel. Waar is die Atti? Oh, nee, die blad. Daar. Oh, maar ook een beetje. Ja, maar zoals ik er veel. Nou, lekker dan. Ik moet helemaal die kop zo. Let op. Een soort van bloed. Sans. Sans. Die dubbele hart ervan krijgen.
gek. Hij wil onge... Ja hoor. Nee hoor. Nee, we gaan echt niet naar de Mac. Ik heb al genoeg op. Het was voor mij een hele erge week wat betreft McDonald's. Denk aan je geld. Nee, ja hoor. Nou, kom op. Alleen als er veel nummers... Als er meer dan 6 nummers staan, doen we het niet. Ja hoor. Ja, we doen het niet. Of de, hoe heet je grap? We doen het niet. Padu, padu. Nee. Niet normaal. Ja, ik ga even een YouTube video opnemen. Daarna ga ik sporten. Maar ik zat dus te kijken. Het wordt deze week dus echt super, super, super warm. Echt wel 28 graden in het weekend. Dus ik heb aankomende zaterdag heb ik de hele dag voorstellingen met mijn dansschool. Dus ik heb even tegen de docenten gezegd, joh, laten we nou tegen al die leerlingen zeggen, neem water mee, neem ventilatortjes mee, neem waaiers mee. Want anders dan is het, ja, anders dan is het daar niet te harder daar beneden, allemaal met die kleedkamers, met al die kinderen. Oh, ik voel de warmte al gewoon. Dus ik dacht, ik ga dat even zeggen tegen het team en ook voor ons als team, hè, neem water mee en zo. Dus ik had dat even net gezegd. Dus dat is wel goed om even over na te denken. Maar ik wil eigenlijk dit weekend wel ergens gewoon een keer naar het strand misschien wel. Dus ik zit veel binnen, wat ik zonde vind. Dus ik wil wel proberen om ergens wel misschien even naar buiten te gaan. In een avond of een ochtend, weet ik het. Ik had ook aankomende zondag een massage, heb ik maar ook afgezegd. Want ja, dat ga ik gewoon niet doen. En dat red ik ook trouwens niet. Dus doe ik lekker een andere keer. Dus even mijn planning even goed induiken. Laat ik nou maar eerst vandaag leven en even die YouTube video opnemen. Die slijm ligt hier ook echt al mega lang. Gatsie. Het is helemaal niet meer goed ook hoor, trouwens. Oké, lieve guys. Ik ga een video opnemen. Ik wil een soort van quiz doen. Heel erg leuk. Echt een soort quiz. En als ik dan een foute antwoord heb gegeven, dan moet dat hoofd in het water. Nou, ik dacht dat is wel leuk. Ik merk toch altijd in de zomer, dan moeten we meer... Kijk, dat snoepproeven en zo, dat is super leuk. Maar dat vind ik dan weer een beetje meer een winterdingetje of zo. Lekker binnen in mijn kamer. Maar een beetje die zomervibes probeer ik toch meer video's ook buiten te maken en zo. Dat vind ik toch leuker. Dus dat probeer ik iets meer te doen. Nou, mijn kat geniet van het kattengras. Dat is wel helemaal gewoon kaal. Het vreet ze zo op. Ik moet het trouwens even water geven. Ik heb 20 minuutjes om dit te filmen eigenlijk. Daarna ga ik heel snel even naar Suus. Naar de buurvrouw. En dan om 8 uur ga ik sporten. En om 9 uur live. En dan heb ik mijn avond wel gedaan. Vind je niet? Yeah, ik heb een video opgenomen jongens. Woep woep, klaar. Ik ga even naar Suus toe en daarna ga ik sporten. Ik laat de camera lekker thuis. Ik ga gelijk door ook straks. Dus ik zie jullie vanavond weer. Ik ben helemaal gesloopt. Helemaal gesloopt. Het was super druk. Vriendelijke vrienden van het goede leven, daar was ik weer. Daar gaat mijn streamer, Saar. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik zie dat Chris er is. Dat is ook een hele leuke streamer. Ik zit de laatste tijd een beetje in die Twitch streamers. Ik vind het allemaal wel leuk. Ik weet niet, kennen jullie Twitch? Ja, ik moet je heel erg zeggen, ik wil het wel gaan proberen. Maar ik ben geen professionele gamer, ken je dat? Ik ben dat echt niet. Ik vind het leuk om gewoon te spelen. Maar het is niet dat ik echt per se heel goed wil worden of zijn. Dus ik weet niet tot in hoeverre Twitch dan voor mij is. En of het publiek het leuk vindt. Maar ik zou het wel heel graag willen proberen. Dus ja, ik ben een beetje allemaal Twitchers aan het kijken en zo. En Kohoni natuurlijk. Nee, maar ik kwam net terug van sport. Het was mega, mega gigantisch druk. Altijd maandagavond. Dus eigenlijk moet ik vaker na schooltijd gaan. Dan is het rustig, maar dan heb ik vaak geen energie. Ken je dat? Ja. En nu ga ik even lekker live. Fortnite. Ja.
Je bent bij mij, poesie. Ik hou zoveel van jou. Hè. Gaan we vanavond lekker weer samen slaapje doen? Kom je lekker weer bij mij slaapje doen? Nee, dat is een nee, denk ik. Oké, lieve allemaal. Ik ga de vlog lekker afsluiten. Dit was het voor vandaag. Slaap lekker tot morgen. En morgen is het dinsdag. Nou ja, gewoon weer een normale dag. Slaap lekker.